En het aantal COVID-19 sterfgevallen is met 2 doden vanmorgen gestegen naar 23. Dit wordt bevestigd door volksgezondheidsminister Amar Ramadien. De 2 nieuwe slachtoffers, beiden 60-plussers, zijn ziek binnengebracht bij het regionaal ziekenhuis Wanica. De bewindsman heeft in het kader van de steeds stijgende COVID-19 gevallen meerdere instellingen bezocht om een beter beeld van de situatie te krijgen. Vandaag was het ziekenhuis Wanica aan de beurt. Tijdens de persconferentie gisteren benadrukte Ramadien dat de regering de situatie heel serieus neemt. Ze zal daarom morgen in een spoedvergadering bijeenkomen om het plan van aanpak te bespreken. Het oosten baart ons enorm veel zorgen, met name het personenverkeer. De goudvelden, formeel en illegaal, die lijken de bron te zijn van de epidemie. Maar veelal zijn we enorm bevreesd over het feit dat ons gedrag bepalend zal zijn voor de prognose, voor de infectietrend. Het betekent, precies zoals het al gaat, er zijn maatregelen afgekondigd door de vorige regering. Die maatregelen zijn voorlopig nog steeds van kracht. Wij hebben als regering besloten om de organisatiestructuur van de aanpak van COVID-19 enigszins te wijzigen. Let wel, ik zeg enigszins, en daarmee wil ik het gevoel bij de gemeenschap weghalen, dat er geen drastische veranderingen komen qua COVID-19 aanpak. Wat goed is, wordt behouden. Waar er andere inzichten zijn, zullen we moeten bijschaven. Ramadien zegt verder dat de nieuwe organisatiestructuur in de strijd tegen het nieuwe coronavirus zich vooral zal richten op communicatie. Hij deed daarom ook een beroep op de media een bijdrage daarbij te leveren. De organisatiestructuur in het kort omvat eigenlijk een structuur welke verdeeld is in 2 grote delen. 1 is een beleidsmatig niveau en 2 is een uitvoerend niveau. In het beleidsmatig niveau hebben we de COVID-wet, waar de regering zich aan dient te houden. En dat beleidsmatig niveau wordt gecoördineerd door de vicepresident. De vicepresident wordt op dit niveau bijgestaan door enkele ministers. Dat zijn de minister van Volksgezondheid, de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Regionale Ontwikkeling en het Directoraat Nationale Veiligheid. Vanuit het niveau van de vicepresident wordt de coördinatie verder gedelegeerd naar de minister van Volksgezondheid. En de minister van Volksgezondheid die heeft de beschikking over een taskforce. Dat is dus volksgezondheidsminister Amar Ramadien gisteren tijdens de persconferentie van de Raad van Ministers. Hij zegt dat de regering heel serieus kijkt naar de COVID-19 situatie in Suriname.